Bazen denken anders dan losers. Dat maakt een baas een baas en een loser een loser. Ik ben Daan de Ham hier van de Traction Gym. En in deze video krijg jij 5 reframes om te denken als een baas. Want wat is nou precies een reframe? Het is een manier waarop jij de realiteit in één keer ziet in een ander daglicht. Zoals een baas dus anders kijkt naar de realiteit dan een loser. Een goed voorbeeld van reframen is vaak grappen. Humor is vaak een vorm van reframen. Je wordt op het ene been gezet en daarna kom je op het andere been uit. Voorbeeldje, wat krijg je als je het DNA mengt van een geit met het DNA van een mens? Een verbod bij de kinderboerderij. Oké, niet z'n werelds beste grap ooit, maar je snapt mijn punt. In één keer wordt de situatie gereframed. Nou, laten we nu exact hetzelfde doen, maar dan met jouw zelfverzekerdheid. En we beginnen bij de eerste reframe. Hoe jij meer moedig wordt. Juist de fysieke effecten van stress, dat je sneller gaat ademen, dat je hart gaat bonzen, dat je je een beetje opgefokt gaat voelen qua energie. De fysieke effecten van stress, die zien de meeste mensen, die zien losers aan voor, oh shit, ik voel me onzeker. Maar diezelfde fysieke effecten van stress, die zijn identiek aan de effecten van moed. Als je moed gaat verzamelen en je denkt, oké, ik ga ervoor, gaat ook je hartslag versnellen. Dan krijg je ook meer energie. Dan ga je ook sneller en dieper ademen. Dus als die effecten soortgelijk zijn aan elkaar, kun je dit heel gemakkelijk reframen in je hoofd. Van nee, oh, ik ben niet gestrest aan het worden. Ik ben aan het moedigen. Ik ben mezelf aan het aanmoedigen hier. Dus het is niet stress die opkomt. Nee, het is jouw moed die opkomt. En als je dat verschil maakt hier in mindset, dan zegt dat alleen maar van, oh, ik ben nu klaar om actie te gaan nemen, ondanks dat ik me gestrest voel. Want dat is natuurlijk het enige echte teken van moed. Iemand die actie neemt, ondanks dat diegene nu angst ervaart. Tweede reframe, namelijk de schaarste mindset wat betreft jouw zelfbeeld. Nu heb ik het niet over schaarste met vrouwen, maar nu heb ik het over schaarste hoe je omgaat met jouw zelfvertrouwen. Losers die hebben het idee van shit, en ze hebben nog gelijk ook hierin, shit, ik heb niet zo heel erg veel zelfvertrouwen. En met het kleine beetje zelfvertrouwen wat ze hebben, dat sprokkelen ze dan bij elkaar en dat proberen ze zo te beschermen van de buitenwereld. Oh, als dit laatste beetje maar overblijft. Shit! Fuck! En hoe je dan omgaat met dat zelfvertrouwen is als een pokerspeler die aan het bleeden is, weet je. Die heeft dan zo zijn stack en die is al een paar keer, heeft hij klappen gekregen de laatste paar potten. En nu is hij langzaam zo aan het bleeden. Steeds gaat er maar viesjes ervan af. Waarom? Omdat hij niet meer ervoor durft te gaan. Hij durft niet meer te spelen met hetgene wat hij heeft. Want wat een loser denkt, die denkt, oké, bijvoorbeeld er is een opening in je werk voor een nieuwe positie, gave baan. Of er is een mooie vrouw die jij wil aanspreken. Wat een loser doet met de schaarste mindset, is dat hij denkt, ik spreek haar maar niet aan, want als het een nee is, dan is het kleine beetje zelfvertrouwen wat ik heb, dat zijn ook agruzelementen. Of ik ga maar niet voor die fucking vette baan, want als ik een keiharde nee krijg te horen, ja, dan ben ik dus toch niet zo awesome als ik dacht. Zie je, nu ga je om als schaarste met jouw zelfvertrouwen. Maar juist door het op safe te spelen, zul je nooit groeien en zul je nooit charismatischer worden. Sterker nog, falen is het ene ding wat ervoor zorgt dat je juist groeit in je karakter. En daarover meer in de volgende tip. 3. Neem weer controle over je eigen brein. Kijk, wat ik net al aanduidde, van een loser speelt het steeds op safe. En die zit in de mindset van behouden van zijn eigen zelfbeeld. In plaats van dat hij dat zelfbeeld op het spel durft te zetten en risico's durft te nemen. Oh, misschien ben ik wel niet zo fucking awesome als ik dacht. Maar weet je, als dat gebeurt, is dat geweldig. Als jij op een vrouw afstapt en het is gewoon onhandig en het was gewoon stom om te doen, dan kom je er alleen maar sterker uit. Het is in dat moment waarop er iets fout gaat, dat het falen gebeurt, dat jij de keuze hebt, wat betekent dit voor mij?
Dat is het grote onderscheid tussen een loser en een baas. Een loser die denkt, oh man, dat doe ik echt nooit meer. Of oeh, shit, zag iemand dat? Of ze denken, shit, wat ben ik toch een loser? Of het allerergste wat je maar kan denken, is dat je denkt, oh, ik probeer het niet eens, want misschien bewijst dit alleen maar weer wat een sukkel ik werkelijk ben. Ja, dat zijn allemaal echt hele negatieve mindsets. En dan moet je echt heel ver van weg blijven, want die trekken al het fucking leven uit je. Maar een baas die denkt, oké, weet je wel, ik stap op haar af. En oeh, man, dat ging fout. Of oeh, fuck, dat was onhandig. Maar ik ben nog steeds wie ik ben. Of sterker nog, ik ben trots dat ik het heb gedaan. Of, dit brengt me eigenlijk naar de vierde tip. Die misschien wel het aller fucking belangrijkste is uit deze hele video. Nummer 4. Wat je kan leren over twee vrouwen van gisteren die ik niet heb ontmoet. Wat dan precies? Gistermiddag. Ik loop naar een restaurant waar ik graag heen ga. Daar gegeten, ik kom naar buiten. En ik zie dat ik even oogcontact heb met toch wel een hele mooie vrouw. Maar zij zit daar, best wel veel publiek. Twijfel een beetje, zal ik haar aanspreken? Ik moet eigenlijk ook wel echt door met mijn werk. En ik denk, oké, weet je wat? Ik spreek er gewoon aan. Wat van kwaad kan het ook hebben. Dus ik benader haar en ik ontmoet haar niet eens, want ik krijg gewoon een glasharde ignore. Geen enkele reactie volgt uit haar. En weet je wat, dat is oké. Het kan iedereen overkomen. En ik denk, nou oké, dan heb ik alleen maar een snellere route richting mijn werk en ik ga werken aan whatever ik aan het werken was. Gisteravond had ik een soortgelijke situatie. Toen was ik op weg naar een chick die ik hier zie. En ik was al een klein beetje aan de late kant. En terwijl ik naar haar toe loop, zie ik twee dames en nog een kerel op straat staan. De kerel is met een van die twee dames aan te spreken. En de vrije vrouw, die kijkt me aan en ze geeft me echt de look. Ze geeft me echt de look van, spreek me alsjeblieft aan. En ik zit een beetje in mijn hoofd, ik ben al laat, waar moet ik precies heen? En er staat ook een kerel en nog een chick bij en dudududu. Het gaat allemaal even snel en weet je wat, ik sprak er daar niet aan. Ik ging gewoon naar de vrouw die ik al ging zien. En misschien was dat ook wel het meest gentlemanly ding om te doen. Ik weet het niet. Maar alsnog denk ik bij de eerste vrouw van fucking nice. En de tweede vrouw heb ik toch zo'n gevoel van een lichte spijt. En dat brengt me precies naar deze reframe. Veel mensen zijn bezig met het ontwijken van proberen. Ze ontwijken het om nieuwe dingen te proberen. Terwijl, knoop dit in je fucking oren. Tatoeëer dit letterlijk op je lichaam. Het doet meer pijn om niet te proberen dan dat de pijn van falen ooit zal kunnen doen. De pijn van falen is niks. De pijn van falen is even een ongemakkelijk momentje van, kut. Ik wou dat het iets soepeler ging. Of, misschien deed ik dat niet zo perfect. Of, misschien is het gewoon live. Gewoon willekeur. En ging het even niet goed. Maar de pijn van niet proberen, die is knagend. Want de pijn van niet proberen, dan blijft er altijd dat stemmetje achter. Wat als? Wat als? Wat als? En iedereen heeft dat tot een zekere hoogte. En het is oké om soms iets niet te proberen, zolang je daar maar van leert. Oké? Zolang je daar maar wat van leert. Dit is iets wat je keer op keer zal moeten blijven leren. Want het zijn altijd nieuwe dingen, dat is altijd een nieuwe stap. Maar onthoud goed, als jij al iets volwassener bent, of je bent misschien al goed volwassen, 40, 50, 60. Dan zul je al zien dat er mensen zijn in je omgeving die gaan vallen in die valkuil van, mijn beste jaren zijn al voorbij en ik heb het gewoon niet geprobeerd. Ik wou dat ik dat boek had geschreven, of ik wou dat ik die film had gemaakt, of die wereldreis had gemaakt, of die droomvrouw durfde aan te spreken, maar ik heb het niet gedaan. En dat is serieuze pijn. Dat is zulke next level pijn dat je er fucking alles op alles voor moet doen om dat te vermijden. Dus onthoud, het doet meer pijn om het niet te proberen dan dat het pijn doet om te falen. Nummer 5. Ik ben vergeten hoe de tip heet. Die heet, het oude mensen effect. Mooie tip nou. Het oude mensen effect. Misschien als jij een oud opaatje over straat ziet lopen, zo heel langzaam, heel rustig in zijn eigen tempootje. Misschien denk je dan wel van, nou,
kan me eigenlijk niet meer voorstellen dat dat een rennende kleuter is vol energie. Die gewoon, weet je wel, 12 uur per dag staat te springen met als een speedbom aan energie. Maar toch was die oude opa precies zo. Toch was dat ooit een 16-jarig gastje dat zat te kloten met zijn vriendjes. En een 12-jarige die in bomen zat te klimmen. Toch is dat diezelfde oude man. Maar waarom zeg ik dat? Omdat soms dan kun je gewoon niet meer voorstellen hoe iemand anders is dan die lijkt. Zeker in deze tijd van Instagram en social media. Je kan je haast niet voorstellen dat die super perfecte vrouw ooit ook lelijke puist heeft gehad. Of dat er dingen zijn aan haar wat niet zo geweldig mooi is. Je kan je haast niet meer voorstellen dat Eminem er ooit keihard uit is gebashed in een hip-hop rap battle. Weet je, je kan het je haast niet meer voorstellen. Dat komt omdat successen altijd publiekelijk gevierd worden. Maar die successen zijn altijd het gevolg van eeuwenlang falen in je eentje. Dus dat is het grote verschil. De successen zijn publiekelijk en het falen is privé. En het gevolg van al dat falen in de privésfeer is vaak dat ene geweldige publiekelijke succes. En mensen tegenwoordig, zeker door social media, die craven zo erg dat publiekelijke succes, weet je, van de Kardashians of mensen die helemaal beroemd zijn zonder enige echt logische reden. Maar dat zijn de uitzonderingen. En dat falen in de privésfeer, dat is helemaal niet zo erg als het lijkt. Sterker nog, het voelt heerlijk. Dat klinkt gek misschien, maar het voelt echt fijn als je een hele dag keihard hebt gebeukt. En er is veel geleerd. Want dat is allemaal waar het op aankomt van het controle krijgen over je brein. En controle krijgen over die filters. Als jij dat falen gaat zien op een manier dat je denkt, okay, dat was niet de beste benadering van mijn leven van een vrouw. Maar ik heb wel geleerd dat ik het de volgende keer net wat rustiger aan wil doen. Het was niet de beste benadering vandaag. Maar ik heb wel de mindset van geven. Heb ik hier echt geoefend en iets meer in de praktijk weten te brengen. Als je die mindset hebt van okay, ik heb hier echt wat geoefend en ik heb wel wat meer geleerd. Prima. Dan maakt al dat falen helemaal niet meer uit. Je hoeft niet die publiekelijke huldiging te hebben. Want daar gaat het überhaupt helemaal niet om. Soms dan geef ik dan een dik event en dan is dat even de kers op de taart van de Traction Gym. Zie ik alle gasten, die worden samengebracht, iedereen is enthousiast, ik krijg high fives en mensen bedanken je en dat is awesome, weet je. De sales gaan omhoog, mensen doen bootcamps, vette shit. Maar dat is leuk, dat is geweldig voor dat moment. Maar als dat moment nou hetgene zou zijn waarvoor ik leef of het moment dat je uitgenodigd wordt op de radio of tv, Dat zijn maar momentjes, weet je. Dat fucking vet. Maar daartussendoor, dat is waar het allemaal om gaat. Gewoon het proberen, het werken, ook het falen. Weet je, de laatste tip van de vlog toch nog een keertje overdoen, omdat die niet zo lekker ging. De editor die veel te laat zijn werk inlevert. Het gezeur met een training die veel te lang uitloopt, omdat iedereen zo hard aan het coachen is. En dat je daar na 4 uur maar slaapt en de volgende dag echt knijterbrak aan het middaggedeelte begint. Dat is het leven en dat is het echte, daar ligt de echte passie, niet in die publiekelijke successen. Dus faal meer, je zal er veel aan hebben. Waardeer dat falen in plaats van dat je het zo vreest en je zal een fucking zieke baas hieruit worden. Wil jij een nog grotere baas worden? Nou, bekijk dan eens het artikel in de beschrijving voor nog meer praktische tips om toe te passen, hè, van ons blog attractiongym.nl. Like deze video natuurlijk als je iets hebt van wil die gekke Daniel supporten in zijn YouTube carrière, als je het al carrière kan noemen. Ik bedoel, je uploadt filmpjes op een internetsite. Anyway, en abonneer natuurlijk voor een grotere baas.